Bepaalde wetsdienaren ondermijnen het beleid van hun korps, maar meer nog dat van het ministerie. Dit zegt minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie. Hij geeft aan dat vooral zijn ministerie erop moet toezien dat de vastgestelde COVID-19-maatregelen worden nageleefd. Echter, het is meerdere malen voorgekomen dat wetsdienaren van Justitie en Politie de regels vertrappen. Volgens minister Amoxie is dat een kwalijke zaak. Je ziet die dingen gebeuren, dat mensen van gewapende machten in de fout gaan. Terwijl wij als ministerie de handhaving van de COVID-maatregelen moeten doen. Ik kan aangeven dat dit ondermijnt, het ondergraaft het beleid van vanuit het ministerie van Justitie en Politie doortrekken naar het Kosovo, Suriname en andere gewapende machten. Amoxie geeft aan dat deze overtreders worden gesanctioneerd door hun korps of via de aangesloten lidbanden. Dit is een terechte actie, omdat de overtreders de geloofwaardigheid van het ministerie en de daaronder vallende korpsen aantasten met hun handelingen. Je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid. Ik heb aangegeven dat als je tegendraads gedraagt, dan schaadt je, eigenlijk de geloofwaardigheid van het ministerie in zijn totaliteit. Maar daarnaast ook, van het korps waartoe je behoort. En terwijl wij eisen, wij verlangen van de burgers dat ze zich aan de wet houden en wij die de wet moeten handhaven, die dat zelf overtreden. Het is zeker niet opbouwend en ook zeker niet ondersteunend naar het beleid wanneer we moeten vernemen dat zulke zaken zich voordoen. De Juspol-bewindsman vraagt de samenleving, maar meer nog de wetsdienaren, om zich te houden aan de vastgestelde COVID-19-maatregelen. Er geldt nog steeds een uitgaansverbod van 7 uur 's avonds tot en met 5 uur 's morgens. Daarnaast mag slechts 1 persoon per gezin toegelaten worden tot supermarkten en andere handelszaken. En het samenscholingsverbod van meer dan 5 personen is nog van kracht en zijn bijeenkomsten, waaronder huisfeesten, niet toegestaan.